ben jij van? Ik zou je vertellen, ik heb een prachtig spandoek gekregen uit Hattem. En dit spandoek is een estafette spandoek. Het is 12 meter breed. En dit spandoek gaat naar alle actiegroepen in Nederland. Iedereen gaat een stille tocht doen. En wij hebben de primeur hier in Andijk. Tientallen mensen liepen mee uit protest tegen het verwachte vliegverkeer van vliegveld Lelystad. Nou, mijn grootste zorg is dat er dus heel veel vliegtuigen overgaat waardoor de stilte weg is. Dat het heel veel lawaai geeft en fijnstof. En nu zeggen ze het is één vliegtuig op een dag. Maar over 3-4 jaar, net zoals Schiphol, dan zijn het er misschien wel 10 of 20 of 30. Dus dat vind ik wel een heel akelig idee. Zullen jullie in Den Haag horen? Ja, ik denk het wel. We hebben net erg hard nee gegild, heb je het gehoord? Nou, Den Haag heeft het zeker gehoord. Of het echt wat uithaalt is de vraag. Maar niets doen is geen optie. Ja, als je niets doet haalt het zeker niks uit. Dus ik denk dat dat de motivatie is dat ik meedoe. Iedereen die hier is, dat is fantastisch dat hij er is. En dat jij dit nu laat zien, dat er protest is, is heel goed. Maar we hadden natuurlijk het hele dorp hier kunnen hebben. Want ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die het prettig vinden om op 1800 meter vliegtuigen over je huis te krijgen.